meisjes en natuurlijk ook de papa's en mama's. Hartelijk welkom bij de eerste aflevering van ons splinternieuwe programma Kids Club. In deze show ga ik op bezoek bij een aantal kids die graag laten zien waar ze goed in zijn of jou hun hobby willen laten zien. In deze aflevering pakken we meteen groots uit. De onderwerpen die we gaan noemen, die liegen er niet om. Zo ga ik met Lydia naar de manege waar ze haar verzorgpaard heeft staan. Lydia is helemaal gek van paarden. Met Kien ga ik naar zijn voetbalclub in Schimmert en laat hij zien waar hij fan van is. En wisten jullie dat wij in Nut een jeugdstuntvrouw hebben? Ik wist het ook niet, maar haar naam is Famke en we waren aanwezig bij enkele stunts. En nu Bjorn. Bjorn heeft een niet alledaagse passie. Hij doet aan motocross. En om Bjorn in actie te kunnen zien, zijn we afgereisd naar... We zijn hier aangekomen in België, in Genk, op de motocrossbaan. We zijn nu het wachten op Bjorn Houtvast, want zijn hobby is motocross. Oh, dan zie ik hem al aankomen. Wat leuk dat we mochten komen vandaag. Maar vertel ons even, wat gaan we vandaag allemaal doen? We zijn hier op de crossbaan in Genk en vandaag gaan we crossen. Crossen, is dat niet gevaarlijk hier? Ik zie allemaal bergen en gras en zo. Nee, het is goed beschermd. Je hebt gewoon goede bescherming om en het is niet gevaarlijk. En crossen, doe je dat al lang? Ik doe dat al best lang. Vroeger reed ik al op zijwieltjes, dus ja, best lang. En je ouders, wat vinden je ouders hiervan? Vinden ze een leuke hobby? Mijn vader heeft het vroeger zelf ook gedaan en doet het nu nog ook. Dus die vindt het wel leuk. Mijn moeder kijkt soms wel alsof ze het niet leuk vindt. Die vindt het nog soms een beetje eng, maar... Zijn moeders, hè? Wie heeft je het allemaal geleerd? Mijn trainer Boy van Geleen, die heeft het me allemaal geleerd. En door hem ben ik zo ver gekomen. Hé, wat een mooie motor. Is het... Lijkt me wel duur, zo'n ding, hoor. Ik weet de prijs niet precies, maar dat regelt mijn vader allemaal. Dat koopt je vader maar allemaal. We staan hier met de trainer, begeleider van Bjorn, Boy. Boy, hoe lang ken je Bjorn al? Hallo, we kennen Bjorn al een paar jaar. We zijn begonnen eigenlijk via de microben van de motorsport. Iedereen die weet wel motors en ja, wij doen verschillende shows. Daar kwam Bjorn eigenlijk als kleine kwam die eens langs. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. En toen wilde hij aan zijn vader vragen voor een motor.
Ja, die heeft u uiteindelijk gekregen. En ja, dan begint het. Waar ga je naartoe? Ja, dan gaan we naar een crossbaan zoeken hier in de buurt. Er zijn verschillende banen, maar heel weinig in de buurt nog. Dus ja, dan kom je uit op Aamse Genk. Ja, en in Aamse Genk, dat is eigenlijk de baan voor ja, te leren rijden. Dat is perfect. Je motor die heeft veel power. Dus het vooral vasthouden is heel moeilijk. De mensen ja, die denken, oh, motorsport is heel simpel, alleen maar gas geven. Maar er komt echt heel veel bij kijken. Het sturen, het remmen, het glijden van ja, de verschillende ondergronden. Zowel zand als wat hardere banen zoals deze, modder. Ja, het is echt wel een sport apart. Boy en zijn vader bleven de hele dag nog op het parcours racen. Na een korte pitstop en een drankje ben ik een rustig teruggereisd naar Nederland. Motocross. Niet alledaags, maar wel stoer. Het uitoefenen van een goede stunt vraagt veel oefening en is niet zonder gevaar. Ons volgende onderwerp gaat over het uitoefenen van een stunt. Maar waar vind je zo'n kinderen? Natuurlijk in onze eigen gemeente. Om wat preciezer te zijn, hier in het. Kinderen? Ga er maar even goed voor zitten, want ik neem jullie nu mee naar Famke. Famke heeft speciaal voor Kids Club 3 leuke en spannende stunts gestudeerd. Ik ga jullie nu meenemen naar Centrum Nut. We zijn hier vandaag bij Famke uit Nut. En Famke doet iets wat niet iedereen durft. Ze staat namelijk bekend als de stuntvrouw van Nut. Hoe is dat ontstaan? Van YouTube. Kijk je veel YouTube door de dag? Heel veel. En zo Knol en Smar. En ook een beetje van Engelse dingen. Heeft YouTube jou al die stunts geleerd of leer je het een beetje aan jezelf? Een beetje aan mezelf en een beetje van YouTube. En doe je dat ook met je hond? Soms wel en soms niet. Hoe heet je hond? Fino. Een leuke naam. Hoe kom je daarbij bij Fino? Ja, dat is ontstaan door de wijn wat we verkopen. En hoe kom je opeens bij stunten? Ja, ik wil zelf ook best wel cool zijn. En toen zag ik dat op YouTube. En toen wou ik dat proberen na te doen. En wat zijn het voor een stunt? Zijn het over dingen heen of langs dingen? Een paar dingen over wat heen en soms doe ik ook rechtdoor en dan spring ik. Soms met een skateboard en heel vaak met die skilers. Jongens en meisjes, we gaan nu kijken naar de stunts van Famke. Maar doe dit thuis niet na, want Famke hier weet wat ze doet, maar de stunts kunnen erg gevaarlijk zijn. Stunt 1. De gevaarlijke trap. Ja.
bij De Rollende Wielen. Stunt 3. Fino aan het lekkere koekje. Wat een leuke stunt, Famke. Het zag er allemaal super leuk uit. Maar vertel ons even, wie zit naast jou? Mijn zus. Jouw zus, en hoe heet je zus? Floor. Floor, wat vind je nou ervan dat Famke al die stunts doet? Ik vind het echt iets voor Fam. Waarom is het iets voor Famke? Fam is niet echt meisje. Nou, Famke en Floor, dankjewel dat we mochten komen vandaag. Ik vond het super leuk om te kijken naar je stunts. Terug naar de studio. Wat een leuke trucs. Of niet soms? Niet iedereen kan dat natuurlijk. En wat was Fino leuk? Zo'n leuk duo kom je niet dagelijks tegen. In ieder dorp in onze gemeente is wel een voetbalclub te vinden. Waar iedere zaterdag de voetbalkids zich helemaal kunnen uitleven. Vaak ben je fan van één bepaalde club. Dan denk je snel aan Ajax, Feyenoord, PSV. Maar de jongen die ik ontmoet heb, is fan van een hele bijzondere club. Kom mee en ontmoet Kian uit Schimmert. Dat Schimmert een goede voetbalclub heeft, weten we allemaal. Maar wat jullie misschien niet weten, is dat ze een sterspeler hebben. Kian Bierman. En daar gaan we nu op bezoek. Kian, wat leuk dat we mochten komen vandaag. Hey Kian, hoe lang voetbal jij eigenlijk al? Ik had eerst zwemmen moeten doen voordat ik mocht voetballen. En hoeveel dagen voetbal je per week? 3 dagen, 2 trainingen en een wedstrijd. Is dat moeilijk, zo'n wedstrijd? Soms wel, alleen het ligt eraan. Is er nou 1 voetbalclub waar je heel erg fan van bent? Ja, van PEC Zwolle. Ik heb boven allemaal spullen staan. Zullen we gaan kijken? Ja, is goed. Laten we naar boven gaan. Heb je een mooie kamer. Ik zie overal PEC Zwolle. Hoe kom je bij PEC Zwolle? Ik ben voor PEC Zwolle geworden omdat PEC Zwolle kampioen is geworden en de beker heeft gewonnen. En toen vond ik ze eigenlijk best goed. En toen ben ik met mijn vader naar Venlo PEC Zwolle geweest. Eentje voor de beker en ook nog eentje voor een oefenwedstrijd. Dus je bent al een keer naar PEC Zwolle gaan kijken een aantal keer? Ja, ik ben al 4 keer gaan kijken. 5 keer. 2 keer naar Venlo PEC Zwolle. 1 keer naar PEC Zwolle Excelsior. Naar Roda PEC Zwolle en PEC Zwolle Roda. Ik heb zelf op het veld mogen staan. Met de vlag zwaaien. Gewoon voor de wedstrijd. Als de spelers het veld opkwamen. Ik ben ook zelf met sommige spelers op de foto geweest. Kevin Bourgeois is... de keeper. Ik heb ook zelf de handschoenen van Bourgeois. Die heb ik hier liggen. Die heb ik gekregen van een
collega van mijn moeder, want die spaart de handschoenen van heel veel keepers. Vertellen me dat je de trainer van hem bent. Ja, ik ben sinds vorig jaar, toen hij, of het seizoen daarvoor, toen hij op de E is gaan voetballen, ben ik trainer geworden van de E, van Kian. Daarvoor ben ik trainer geweest van mijn oudste zoon, Boyd. En ja, ik ben een van de trainers van Kian nu, ja. Is dat leuk met je zoon werken? Het heeft voor- en het heeft nadelen. Tijdens de wedstrijden heb ik er weinig mee te maken. Ik ben de vaste vlagger, dus ik doe het grensrechterwerk tijdens de wedstrijden. En de hond, wat heeft hij voor een leuk pakje aan? Ja, de hond. De hond is de 12e man, of vrouw, zoals je het wil noemen. Is de grootste supporter van hun alle twee. Vroeger van Boyd. En sinds dat Kian is gaan voetballen, gaat hij elke wedstrijd, eigenlijk bijna elke wedstrijd is mee. En zij is ook eigenlijk een... En graag geziene gast op de voetbal. Zwolle, wie had dat gedacht? Misschien moet ik ook maar kaartjes gaan kopen voor een wedstrijd. Kian gaat zeker nog een supergoeie voetballer worden. En hoe leuk is het als je vader ook je trainer is? Dierenvrienden zitten overal. Maar de grootste paardenliefhebster, die hebben we hier net. Volgens haar vader heeft Lydia het al sinds dag 1 over paarden. Een echte liefhebster dus. We mochten op bezoek bij Lydia op de manege bij haar verzorgpaard. En hoe leuk dat het was? Kijk maar mee. We zijn hier vandaag bij Manege Blauwe Steen en ik ben nu aan het wachten op Lydia. Want je kan het misschien al raden, maar Lydia is gek van paardrijden. Ja, wat leuk is vandaag mogen komen op de manege. En vertel eens even, hoe lang paardrij je al? 1 jaar. 1 jaar al? En lukt het een beetje? Ja. Wat vind je nou het allerleukste van paarden? En nou, ze kunnen zo hard galopperen. Is dat niet eng? Nee. Is het jouw paard? Nee, want het is mijn verzorgpaard. Wat is dat, een verzorgpaard? Nou, dan verzorg je hem en dan mag je erop rijden. En hoe heet het leuke paard? Manolito. Ga je ook op andere paardjes? Nou, soms rij ik op in les en soms rij ik gewoon. En zo'n paard, vertel me eens even, Lydia, wat eet zo'n dier? Nou, hij eet muesli, biks en nog andere dingen en nog hooi. Klinkt leuk. Ga je vandaag ook rijden? Ja. Nou, dan laat het maar eens even zien. Thank you.
dat goed? Was het leuk? Ja. En dan doe je 5 dagen in de week zoiets leuks. Ja. Nou, ik vond het heel leuk dat we mochten komen. En ik heb super erg genoten van het paardrijden. En veel succes met het paardrijden. Ik weet zeker dat het goed komt, of niet? Ja. Was dat niet super leuk? Waarom heb ik nooit op paardrijden gezeten? En hoe snel gaat de tijd? We zijn aan het einde gekomen van de eerste aflevering van Kids Club. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En misschien weet je nu al veel meer over paardrijden, stunts, voetbal en motocross. Ikzelf weet nu veel meer over de hobby's van de deelnemers. Zit je nu te kijken en ben je tussen de 6 en 12 jaar en denk je, hé, wat ik heb is ook speciaal. Of heb je een leuk filmpje met je vriendje of vriendinnetje? Of een videoclip? Of misschien zing je wel heel graag? Mail dan naar redactie@zo-nus.nl. En misschien ben jij wel in de volgende afleveringen van Kids Club. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En hopelijk tot de volgende Kids Club. Doei!